Een kind dat uit liefde geboren wordt, neem ik weg uit zijn vertrouwde omgeving. Dat creëert zo'n psychische druk dat het alles doet wat ik vraag. Ook al is het vies en onaangenaam. Het kan niet anders. Het is als klei in mijn handen. Dat is de overmacht die ik heb. Strange things happen in our sleep. Dreams follow into day. I'm hollow. Don't tire yourself out. Thoughts turning in your head. Don't follow. Forget. Goedemorgen. Dag. Ik ben Karin. Aangenaam. Dank. Kom maar mee. Ja. Wat beweegt iemand om zoiets te doen? Waarom gebeurt zoiets? Ik ben van mening dat als iemand geboren wordt, zit dat niet gelijk in je. En dat praat zeker niet goed. Wat hij gedaan heeft, absoluut niet. Maar het zal mij wel helpen om een totaalplaatje te krijgen van wie mijn vader was. Ik moet dat altijd brengen naar een niveau dat wij aankunnen met ons hoofd. En je werkt je uit de naad voor je baas. Het is nooit te veel. Je doet overuren. Maar die vent die blijft maar kritiek hebben op u. Maar je kunt je niet keren tegen je baas, want je bent je job kwijt. En dan kun je de huur niet meer betalen of de lening. Je stapt in je auto, je rijdt naar huis. En je bent agressief en je zit op iedereen te voeteren. Dat heeft niks met uw frustratie te maken hebben. Dan kom je thuis en dan zit je daar die prachtige antieke vaas staan. Je grijpt die vast en je keilt die tegen de muur. Voor daders die kinderen misbruiken en vermoorden, is het kind de vaas. We wisten dat het een heel moeilijk voor zou gaan worden. Stoks ontkent in alle toonaarden, ik heb er niks mee te maken. Heus, niet aan mij. Nou bleek dat Stoks agendas bijhield van alles wat hij deed. Die agendas zijn van groot belang geweest. Daarnaast hadden wij de tachograafschijven. Dit zijn de tachograafkaarten. Dit zijn de schijven die Michel dus gebruikt. Dit soort dingen. En dan kun je zien de datum, de kilometers waar je begonnen bent. Je naam, hoe hard je gereden hebt, hoe lang je gereden hebt. En in het vergelijk van die twee dingen kwamen we erachter dat hij dus in 1990 geweest was in Duitsland. En dat was in Neustadt. En dat hij daaronder een viaduct in Neustadt eigenlijk schade rijdt. Ik had een verkeerde afslag genomen met mijn vrachtwagen, waardoor ik vast kwam te zitten onder een viaduct. Ik was er een week later nog steeds nijdig over en ben teruggereden om de hoogte van het viaduct te meten. Laat nou in die periode, in augustus 1990, ook precies in die periode, er ook een kind zijn ontvoerd. Ik zag die jongen op een paar honderd meter afstand van het viaduct en dacht, die wil ik. Ik vroeg hem om hulp. Hij aarzelde, maar kroop toch in de auto om die bank weer op zijn plek te krijgen. Ik vroeg naar een garage in de buurt en liet hem meerijden om de garage aan te wijzen. En die jongen, dat bleek later dan Salim Tatiel te zijn. De jongen die op weg was van zijn huis naar een vriendje toe en aangesproken wordt door Stoks. Stoks vraagt hem dan om met hem mee te gaan en hem eventueel thuis te brengen. En uiteindelijk gaat die jongen daarop in en die stapt bij Stoks in de auto.
We reden de snelweg op. Ik zei dat er nog iets was waarmee hij kon helpen. Zo'n kind komt na verloop van tijd in een soort trance en doet alles wat ik zeg. Het is bang, maar ook nieuwsgierig. En op den duur berust het in zijn lot. En die jongen werd later, de dag erop, teruggevonden langs de A6 in Lelystad, op een parkeerterrein. Dat maakte natuurlijk het onderzoek in die richting nog interessanter. Er was een lieve jongen. Er had iedereen geholpen. Der was hilfsbereid. Maar ik wens, ook wenn der Töter dat hören würde, ik wens hem dat hij nie im Leben een beetje Ruhe bekommt. Dan kijken we natuurlijk vanuit de omstandigheden, de MO van bij Jessica en de MO natuurlijk van Salim Tatiel. Gewurgd, achtergelaten op een parkeerplaats. Ja, er zijn dingen natuurlijk die je bij elkaar op gaat tellen. Dit zou wel eens dezelfde dader kunnen zijn. Met die jongen moest ik naar de vierde verdieping. En daar is een lange galerij met flats waar ik langs moest lopen. Ik wilde niet met dat kind gezien worden, dus ik zorgde ervoor dat hij zeker 10 meter achter mij liep. Ik ging de flat in en hij kwam automatisch achter mij aan. Stoks vertelde, hij ging nadat hij bijvoorbeeld een slachtoffer had vermoord, het douchen. De nieuwe ik. Magical thinking noemen ze dat bij kinderen. En alle kinderen hebben dat wel, hè, die magisch denken. Hij zit ook weer tussen die 3 en die 7 jaar. Als ik daar niet aan denk, is het er niet. En dan is het daar gewoon ook niet. Zoekend naar de achtergronden van Stoks komen wij uit bij een vorige werkgever, waarin dan blijkt uit het tachograafschrijven dat hij op enig moment geweest is in de buurt van Paderborn, waar ook een jongen aangetroffen is langs de snelweg op een parkeerplaats, ook gewurgd. Dus ook een derde zaak waar het blijkt dat Stoks daar mogelijk voor in aanmerking komt. Das Opfer, der Wiesbadener Schüler Marco Weißer, wurde zuletzt in Mainz-Mombach gesehen, wo er am Samstag, dem 22. Juli 1989, gegen 15.30 Uhr das Freibad Großer Sand verlassen hat. Marco was een toevalstreffer. Hij kwam aanfietsen, was gefascineerd door die vrachtwagen en wilde erin rijden. Ik zette hem achter het stuur en bood hem een lift aan. We zijn vlak langs zijn huis gereden en toen is hij 300 kilometer meegereden. Hij was moe en ik zei hem dat hij achter in de cabine kon slapen. Ik reed naar een parkeerplaats en daar trok ik de gordijntjes dicht. Heb je al ooit eens in zo'n 30-tonner gezeten? Je zei God. Hij is in controle, hij is alleen. En niemand observeert hem. Stoks ontkent in alle toonaarden. Stop er nou eens een keertje mee. Natuurlijk, hè, ik ben er geen. Hè. Wie 1 keer uit het schafje eet, je kent het verhaal wel. Er kwamen natuurlijk andere bewijzen. En die bewijzen kwamen met name natuurlijk van het onderzoek van die Mercedes. Het NFI deed een onderzoek met name naar de haren. Wij waren ervan overtuigd dat het onderzoek klaar was toen we hoorden dat er geen haren in die auto gevonden was. Maar het NFI ging door. In de auto van Stoks zijn vezels aangetroffen. En op de kleding van Jessica zijn vezels aangetroffen die overeenkomen met de vezels van de stof van de Mercedes. Stoks blijft bij zijn verhaal en zegt gewoon van, joh, het zijn allemaal toevalligheden. Ik heb het niet gedaan. Ik ben er niet geweest. Hij wilde er niet aan dat hij bijvoorbeeld in het zwembad geweest was. We zaten nog steeds met dat gegeven. Een van de punten waarop hij heel sterk stond. Maar jullie verzinnen er alles bij. Jullie haalden er wel alles bij. Maar het feit alleen al, waar je me voor aangehouden hebt in eerste instantie,
In Zwembad ben ik nooit geweest. En dan zit je met het punt van, nou moet er een doorbraak komen. We hadden de tachograaf schrijven. Toen hebben we met de Duitse collega's, met een vrachtauto, de rit gemaakt vanaf de plek waar Stocks met Marco Weijzer gestaan had, naar de plek waar Marco Weijzer werd aangetroffen. We wisten dus precies waar hij geweest was op die momenten. Dat konden we nagaan van die tachograaf schrijven. Die rit hebben we gemaakt en we kwamen op 7 meter verschil. Nou, dat is eigenlijk helemaal niks. En we hebben al deze zaken hebben allemaal op papier gezet, gewoon als procesverbaal. Al die aanwijzingen die we hadden. Ik deed de cursus met alle advocaten van heel Nederland, want er was een nieuw burgerwetboek en iedereen moest die cursus doen. En de receptioniste van het hotel waar die cursus werd gegeven, die zei tegen mij, ik hoorde uw telefoon afgaan. Nou, toen zag ik dat de politie gebeld had, dus die bel ik terug. En het was heel simpel, Wijnberg, we hebben overtuigend bewijs gevonden. Als ik jou was, zou ik maar hierheen komen. Dus ik ben in mijn auto gestapt. Hier heb je de punten, wat wij op dit moment hebben allemaal eens onder elkaar gezet. Dit hebben wij in de richting van Stocks. Waarop de advocaat zei, ik neem het mee en ik ga naar mijn cliënt. Punt. En de reactie van Stocks, daar ben ik nog steeds helemaal stil van. En verbijsterd over, want hij begon mij dus onmiddellijk, ik liep binnen en hij begon mij een gedetailleerde bekentenis af te leggen van een aantal kindermoorden. En later is de advocaat teruggekomen bij ons en gezegd, vanavond gaat Stocks verklaren. En die avond hebben we opnieuw Stocks verhoord. We hebben de foto's neergelegd voor hem van Jessica, Marco en Salim. En die avond heeft Stocks verteld wat er gebeurd was en zijn betrokkenheid eigenlijk bij deze zaak. En bekend gewoon dat hij alle drie die kinderen om het leven heeft gebracht. Ze hebben me verslagen. Ze hebben me door sublieme kleine dingetjes aan te dragen toch een bepaalde richting uitgeduwd. En ik ben in mijn eigen verhaal verstrikt geraakt. Eigenlijk is het wel goed. Anders was het nog een keer gebeurd. Ik kom thuis, dus ik rijd hier naar achteren toe en alles was hier in het volle licht. En mijn moeder zit in de kamer, dus ik kom binnen en ik zeg, wat is hier? En mijn moeder helemaal betraand en ja, hij zegt, Michel heeft net gebeld. Ik zeg, ja, en? Ja, zeg, die heeft bekend dat hij 3 kinderen vermoord heeft. En dat typeerde de man nou ook weer. Hij wilde zelf Strijk en zijn vrouw bellen. Hij heeft het gedaan, in mijn bijzijn. Ik heb niet de waarheid verteld. Ik heb gelogen en ik heb jullie daarin meegenomen. Dat kun je niet voorstellen als je... Ik denk wel dat mijn moeder op dat moment een gevoel had, ik verlies een zoon. Dan moet je toch wel een kronkel in je kop hebben om dat te vertellen. En zelf wel gedaan te hebben. Dan moet je niet denken dat er dan gejuich op gaat. En het is heel gek of dat er mensen blij zijn of zo. Het was wel een soort van ontlading, maar dat was het eigenlijk ook. We hadden heel veel vragen nog. Nou, en een van die belangrijkste vragen is natuurlijk van, waar komt die groene Mercedes nou vandaan, die 17.000 met het HH-kenteken? Waar komt die tip vandaan? En waar we zo lang mee bezig geweest zijn. Dan blijkt dat Stocks zelf die tip gegeven heeft en ons op het verkeerde been gezet heeft. Dan komt er nog bij, wat we nooit teruggevonden hadden, was het fietssleuteltje van Jessica. Maar wat wil nou het feit? In het voorjaar van 1992 wordt het zwembad wordt klaargemaakt voor het nieuwe seizoen. En vinden we de sleutel terug. Ik heb de sleutel uit haar tas gehaald. Ik wilde zorgen dat die niet meer gevonden zou worden. Ik wachtte haar buiten het zwembad op. En toen ze haar fiets niet open kreeg, heb ik haar een lift aangeboden. Ze stapte in en dat was dat. Tot en met de zitting bij het hof ben ik alleen maar bezig geweest om mijn emoties te beheersen en de best mogelijke verdediging
te leveren. Ik weet wel dat, gelet op datgene wat verklaard was en wat in het dossier zat enzovoort, dat de rechtbank zich weinig zou aantrekken van wat ik te vertellen had. Dus heb ik een heel principieel pleidooi gehouden bij het Hof over de combinatie TBS en gevangenisstraf. En ik had een heel verhaal over het feit dat dat idioot is. Want hoe wil je iemand behandelen die 20 jaar gevangen heeft gezeten? Daar heb ik echt weken aan gewerkt, heb alles erbij gezocht wat er ook maar was en daartegen gestreden. Maar ik heb me zo weinig mogelijk aanbemoeid tegen de feiten. Ik heb ook letterlijk zo weinig mogelijk om me heen gekeken tijdens de zitting over wie die zitting heeft bijgewoond bij het Hof. En Stoks werd aangesproken op het PBC-rapport. Oftewel, men zegt dat u onbehandelbaar bent. Wat vindt u daarvan? En toen viel hij opeens helemaal uit de toon. En toen zei hij tegen de voorzitter van het Hof: u bent zelf een pervers idioot. U bent zelf een decadente lul. Zoiets. Iets heel erg grofs. Wat me het meeste is bijgebleven is een beeldspraak waarin werd gezegd dat hij een elastiek was. Dat de hele dag tot het maximum opgerekt was. Op het moment dat er dingen gebeurden die hem niet bevielen, dan haalde hij echt uit naar degene die hem een vraag stelde. Hij moest zichzelf steeds weer corrigeren van, om niet uit zijn rol te klappen. Maar kijk, als hij boos werd, want dat heb ik één keer meegemaakt, dan ging hij helemaal door het lint. En toen dacht ik, je kunt jezelf geen slechtere dienst bewijzen dan de voorzitter van het Hof, wat je over jou moet oordelen, een debiel te noemen. En toen heb ik heel nuchter en zakelijk mijn pleidooi gehouden. En toen zeiden ze aan het eind van de zitting, zoals altijd, over 2 weken krijgt u de uitspraak toegestuurd. En toen ben ik naar huis gereden en heb letterlijk mijn kast met strafzaken door de gang naar mijn collega strafpleiters op mijn kantoor geschoven. Met de mening, ik doe nooit meer van mijn leven strafrecht. En dat is me gelukt. Toen die zitting was afgelopen, toen ben ik met mijn collega naar de achterkant van dat gebouw gegaan. Zo'n witte bus van de dienst justitiële inrichtingen, die draait zo naar buiten. En daarin horen wij iemand compleet uit zijn dak gaan. Ja, die schopt en slaat en die beukt tegen de muren van de wanden van die bus. Ja, hij zag daarin dat hij nooit meer buiten zou komen. En dat drong op dat moment even volledig tot hem door. Toen heeft hij nog geprobeerd om eerder die TBS te krijgen. Sinds ik ben aangehouden, ben ik emotioneel heel gevoelig. Er is iets gebeurd in mij. Er is iets geknakt. Wat het is en hoe het komt, weet ik niet. En daarom wil ik met een deskundige praten. Hier is namelijk niemand die op dat niveau met gedetineerden kan praten. U wilt behandeling ondergaan, begrijp ik? Uiteraard. Denkt u dat dat überhaupt zin heeft? Ja, zolang ik het wil. Goh, bij Stoks is dat twijfelachtig. Ik denk met de juiste therapie dat ik die wel een heel stuk veiliger kon maken. Maar het is iemand die toch moet blijven gevolgd worden. Als hij leert van met de tegenslagen en de dingen die hij had vlak ervoor leert omgaan, dan zal die drang ook niet meer opduiken. Het is doordat hij met conflicten niet om kon of met afwijzingen dat die drang naar boven kwam. Dus als je de stappen ervoor gaat en het daar aanpakt, dan is de kans op die drang veel kleiner. Je kunt daaraan werken. Hen leren van empathische vermogens te hebben, compassie te hebben. Maar eerst jij als dader, jij gaat stoppen met aan kinderen te zitten omdat ik het u zeg. Dat is de taal in de middelste bal die zij begrijpen. Dus het eerste wat die moeten doen is stoppen. Ik leer hen te stoppen met fantasieën te hebben over kinderen. Kraan dicht. Gelooft u dus niet dat hij te genezen is? Nee, oh God, nee. Zijn hele leven heeft hij al kinderen misbruikt en de laatste jaren ook nog vermoord. Nee, deze man mag nooit meer op straat komen. Hij zegt dus, ik ben nu rijp voor behandeling. Ja, hij is gek. Hij is hartstikke gek. Ja, dat is toen niet toegewezen, dus hij ging weer naar de gevangenis. Als ik
uit huis vertrek, dan bekruipt de drang me. En als ik daarna in één ruk naar het buitenland rij, ga ik kilometers zonder de mens te zien. Dan voel ik die drang groeien. In Zuid-Europa hangen er altijd veel kinderen rond bij de parkeerplaatsen. Ik neem er dan een mee. En als ik dan aankom op een douaneterrein, dan doe ik de gordijnen dicht. Dan is er geen weg meer terug. Hij is toch zeker al 40 jaar bezig met misbruiken. Ja, dan, dat is een kerkhof achter hem aan, hè. Inmiddels onderzoekt justitie zijn mogelijke betrokkenheid bij niet minder dan 65 andere onopgeloste zaken. Vanuit heel Europa kregen wij ook allerlei zaken binnen van allerlei kinderen die op wat voor manier ook waren weggeraakt. Want er raken nogal wat kinderen zoek hoor, in Europa. Het is natuurlijk heel moeilijk om al die zaken na te gaan zoeken. Zo gedigitaliseerd als we nu zijn, waren we het niet. En er zijn een paar zaken, zoals Cheryl Morian, die heel duidelijk nagezocht zijn. 16 jaar geleden verdween Cheryl Morian, 7 jaar jong. Haar lichaam is nooit gevonden. Daarbij opgetekend dat Stoks nou niet iemand was die zei van kom op, laat ik eens even schoon schip maken. Nathalie Gijsbrechts, precies hetzelfde. Dat heeft hij ook nooit aangewild. Michel S. is nu ook officieel beschuldigd van de moord op Nathalie Gijsbrechts. Nathalie wordt al bijna 10 jaar vermist. Hij heeft dus nooit bekend waar de meisje gebleven is. En hij moet het geweest zijn. En als je dat daar doet, waarom doe je dat dan in Milaan, Turijn, Barcelona, Madrid, noem het maar op. Overal kun je doen. Als je zo'n weekend overstaat. Dus dat is iets van, ja, zeg het maar. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij meer gedaan heeft. Het is 6 augustus als de 7-jarige Cheryl Morian op klaarlichte dag verdwijnt. Voor mij leeft ze nog. Ze komt terug. Michel Stok zou het meisje hebben vermoord. Dat beweren twee zogeheten geheimhouders die zich bij justitie hebben gemeld. Toen heeft hij tegenover mij een volledige bekentenis afgelegd. Je weet aan een man een klein kind in zijn wagen meepakt. Er is een reden en dat weten van binnen waar reden. Mijn vriend die belde mij op of ik het al gehoord had. Dus ik doe de televisie aan en daar was het. Ongeluk, ernstige brandwonden.